Wij zijn in het schoonste plekje van het zuiden van het land. Welkom in Schijndel! Ja, jij komt net van het podium af. Je hebt een stukje gepresenteerd. Hoe ging het? Nou, wel goed. Volgens mij is wel een heel dankbaar artiest om te presenteren. Martijn Fischer zingt Hazes. Dus ja, dat meezinggehalte is altijd heel hoog, moet ik zeggen. Dus ja, was goed. En hoe is het om op Paaspop te mogen presenteren in het theater? Ja, het is altijd wel een eer om te mogen doen. En het is natuurlijk ook leuk om diverse artiesten te mogen zien en een praatje mee te maken. En net zie je bijvoorbeeld deze Martijn Fischer. Die speelt een aantal jaar geleden bij The Passion. Hij acteert, speelt in musicals, in films. Ja, en dat je dan even een praatje mag maken. En ja, dat vind ik leuk om te doen. En hoeveel jaar doe je dit al? Ja, volgens mij is dit het 10e jaar. Maar de tijd gaat zo snel, dus ik denk het 10e jaar ongeveer. Ze waren de finalisten bij FDS, bij de Battle of the Bands. Ze gaan met jullie een groot feest maken. Totally Spice! En in die 10 jaar, zit er echt een hoogtepunt dat je denkt, dit vergeet ik nooit meer? Nou, inderdaad. Dat was volgens mij het allereerste jaar toen was Dennis Wening uitgevallen om een of andere reden. Dus op de mainstage, in de Apollo, daar ja, zochten ze iemand, hadden ze mij gevraagd. Dus ja, dat geeft wel even een boost als je dan opkomt met 16.000 mensen. Want ja, als jij opkomt, dan weet ze, hey, het gaat beginnen. Dus dat was met Anouk en Direct en ja, andere grote artiesten. Dus dat was ja, erg bijzonder om mee te maken. En naast presentator ben je ook nog trouwambtenaar voor de gemeente Meijerijstad. Hoe houdt dat in verhouding tot elkaar? Hoe ben je erin gerold of waar begon je mee? Ja, je bent goed ingelicht, Martijn. Nou, inderdaad, ik doe denk ik al ruim 25 jaar mensen trouwen. En dat is natuurlijk ook leuk om te doen, om een stukje bij te mogen dragen op de voor hun hopelijk mooie dag. En ja, ook dat is bijzonder om te mogen doen. Ik heb een keer toevallig in een café gezegd, oh, Peter, heb je het al gehoord? Ik ga binnenkort bij de mainstage presenteren. Maar dat had hij nog niet gehoord. En op enig moment kwam het zover dat het theater vrij kwam. En daar ligt ook mijn hart bij het theater.